Oké, dus jij wil weten wat je nou in een game PC stopt als een budget van €750. Nou, dan moet je niet verder gaan zoeken, want ik heb een compleet lijstje voor je samengesteld. Komt-ie. Yo, dit is Maarten van TechTime en super vet dat je kijkt in deze video. Een complete game PC voor €750. Als er nou een koopadvies is die we al lange tijd niet meer hebben gedaan, is dat wel dit budget. Voordat we gaan starten, je weet wat je moet doen, geef deze weer even een duimpje omhoog. Laten we kijken of die 300 weten aantikken. Ik zou het super tof vinden als het gaat lukken. Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, doe dan ook even zeker. Breng ons naar de 29.000 en dan kijken of we in december die 30.000 weten aan te tikken. Zou zo tof zijn, maar ja, we hebben nog ongeveer 1,5 maand te gaan, dus fingers crossed. Laten we niet al te lang verhaal van maken. We beginnen met de CPU, de processor, een van de belangrijkste chips van een game PC. En je wil natuurlijk wel dat je prestaties ook lekker goed op orde zijn. Dus daarom dat we ook gekozen hebben, niet voor een AMD, maar een Intel Core i5-10400F. Waarom een Intel CPU in 2020, zul je afvragen. Nou, geloof het of niet, in games is deze chip een klapje sneller dan de AMD Ryzen 5 3600. En het is een game PC, dus we willen natuurlijk wel dat de prestaties ook echt super goed is. Dus daarom dat we dan ook deze CPU hebben gekozen. Je hebt dan ook maar liefst 6 cores en 12 threads. Super handig als je bijvoorbeeld toch even wil gaan streamen of video editen. En voor de rest ook nog eens een basiskloksnelheid van 2.9 en een turbo naar 4.3. 10400F is hier een zeker goede chip voor. Je mist dan wel de geïntegreerde grafische chip. Intel UHD graphics moet je dus wel gaan missen. Maar ja, dat maakt toch niet uit, want er prikken toch zo'n aparte videokaart voor in. Wat je dan ook nog eens meekrijgt is een meegeleerde processorkoeler. Het is een leuk dingetje, niet zo'n heel spannend ding, maar het koelt gewoon oké. Het is niet een super dupe dingetje, maar het is wel een gratis koelertje. En tof dat het alsnog wordt meegeleverd. Ook een ander belangrijk onderdeel voor een PC is natuurlijk wel het moederbord. Want je moet alles er wel op gaan prikken. Je kan wel zo zeggen van ik ga heel erg bezuinigen op het moederbord. Maar uiteindelijk ga je toch dingen missen die je in de toekomst toch nodig zal hebben. Dus ik heb zoiets van, we gaan ietsjes meer investeren voor een luxe moederbord, maar dan niet zo eentje dat we gelijk door het hele budget zijn. Daarvoor hebben we dus aangeklopt bij ASRock en die hebben hier de B460M Pro 4. Dit is een micro ATX moederbord wat je best wel vaak ziet met de B460 chipsets. Maar het is wel een lekker luxe moederbord. Een heel groot pluspunt hier is dat je later je geheugen nog kan uitbreiden met extra geheugenbanken. We hebben hier maar liefst 4 geheugensloten en voor de rest ook nog eens plaats voor M.2 SSD's. Voeg dan ook aan de achterkant ook nog eens voldoende USB-poorten aan toe, inclusief USB-C en ook nog eens een pittig goede geluidschip. Oké, we hebben hier dus te maken met de Realtek ANC1200. Het is een best wel prima chippie en het zorgt ervoor dat je geluid toch net even wat beter is. Je hebt onderstreept dus een pittig stabiel moederbord die ook heel degelijk is, super stevig en dat voor minder dan €100. Dus daarom dat die er dan ook in zit. De ASRock B460M Pro 4 voor net minder dan €100. Geheugen is natuurlijk ook even een dingetje, want je wilt tegenwoordig wel voldoende geheugen hebben in je PC. En het blijkt dat games steeds vaker al meer geheugen nodig gaan hebben. 8 GB RAM is nu tegenwoordig echt een no-go. 16 GB is wat je er wel in wilt hebben. Dit hier is de G-Skill Aegis. 2x 8 GB DDR4 3000 geheugen. Oké, het is 67 MHz boven de 2933, maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. Hij klokt zich automatisch alweer goed. Maar je hebt toch wel een leuk kitje ermee. Ja, het is gewoon echt een heel erg basiskitje. Geen speciale heatsink, geen speciale heatspreader. Het is gewoon een basiskitje. Maar ja, er zit toch een leuk stickertje op die er toch wel mag zijn. Maar op zich is het wel prima geheugen voor jouw PC. Natuurlijk moeten we ook even kijken naar een geschikte voeding. Like, we willen wel een voeding hebben die kwalitatief goed op orde is. Niet al te duur, maar toch wel behoorlijk uitgebreid is. Nou, ik zeg altijd maar zo, bezuinig niet op een voeding. En dat hebben we hier dan ook niet gedaan. Ik heb hier in dit geval dus de Cooler Master NWE Gold 550 V2. Dit is een 80+ gold voeding met een capaciteit van 550 watt. En hij is ook nog eens volledig modulair. Stel je hebt dus bepaalde kabels niet meer nodig, haal ze er gewoon eruit. Is een stuk netter voor je cable management en dan heb je daar ook minder last van. De fan die erin zit is ook pittig stil, je hoort hem eigenlijk vrijwel niet. En voor de rest is het gewoon kwalitatief gewoon een goede voeding. Het is niet de allerbeste voeding op de markt, maar hij mag er zeker wel zijn in de markt. Dus daarom dat we deze dan ook erin gezet hebben. Je kan zo kijken ook naar duurdere voedingen. Betaal je ook wel zwaar wat extra voor. Heb je wel net wat betere kwaliteit.
Maar deze voeling die we hebben is net even wat goedkoper en ook zeker van hele goede kwaliteit. Dus 80+ gold, 550 watt en volledig modulair. En het is eigenlijk een refresh ten opzichte van de vorige voelingen die ze hadden. Dus why not? Ga door naar de volgende en dit is hier dus de behuizing. Maar welke kast gaan we nou kiezen? Zoals ik altijd al heb gezegd, een behuizing is altijd een persoonlijke keus. Dus vind je deze kast nou niks, dan maakt het op zich niet zo heel veel uit als een andere kast gaat nemen. Maar ik heb hier dus een leuk kastje weten te vinden en dit is de Antec Dark Phantom 301M. Oké, we hebben hier dus wel te maken met een micro ATX kast, dus grotere moederborden gaat er niet in passen. Maar het is wel een net iets kleiner kastje dan dat je normaal ziet in de winkels. Voor de rest, voldoende aansluiting aan de voorkant, 3.5 mm audio jacks en 2 keer USB 3.2. De voeding zit lekker verstopt in een aparte kooi en qua cable management voor deze kast is het ook prima op orde. Voeg dan ook nog eens tempered glass aan toe, zodat je lekker naar binnen kan kijken. En qua bouwen in deze kast is het eigenlijk prima te doen. Een leuk extra tintje is die hele grote RGB-balk die aan de voorkant zit. Die kan je aansturen met een aparte knop bovenop jouw kast. Dus ja, leuk kastje voor 50 euro. Yes, gaan we over naar de opslag. En ik heb heel veel commentaar van jullie gezien onder de vorige koopadviezen. En ik moet jullie hier wel gelijk in geven. Je kan weliswaar in één keer kiezen voor een supergrote SSD. Maar wat nou als je het splitst in een aparte SSD en een grotere dataschijf? We beginnen maar eerst even met de SSD. En dit is wel even een SATA SSD'tje. Zodat we later nog een M.2 SSD kunnen gaan plaatsen als dat willen. Dit hier is de Crucial BX500 van 480 gig. 480 gig is voor de meeste van jullie al voor nu nog even voldoende om daarmee lekker aan de slag te gaan als je net even programma's hebt die je daar vanaf wil gaan starten. Een 1 terabyte SSD is natuurlijk wel veel interessanter, heb je net even wat meer capaciteit die ook nog eens lekker snel is. Maar dat extra geld gaan we daarvoor gebruiken voor iets anders. En dit is de Seagate Barracuda van 2 terabyte. Je hebt dus 480 gigabyte aan SSD ruimte, is lekker snel, Windows is snel opgestart. En jouw games laden ook nog eens lekker snel erop. En heb je nou bijvoorbeeld veel grotere games waar totaal niet mee uitmaakt als je net even langer moet gaan wachten. Dan heb je alsnog een 2 terabyte harde schijf tot jouw beschikking. Dus 2 terabyte harde schijf plus 480 gig SSD is toch best wel lekker. Maar ja, gaan nu maar eens even over naar het allerbelangrijkste onderdeel van deze PC. En dat is hier de videokaart. De videokaart is hier wel het allerbelangrijkste onderdeel. En het was nog echt even kijken wat is er nu op de markt. Je weet, de RTX 3000 kaarten zijn aangekondigd en liggen al een beetje in de winkels. En de RX 6000 serie van AMD begint nu ook langzaamaan te komen. Maar ja, dat zijn allemaal hele dure videokaarten waar we voor nu nog niks aan hebben. Want dat budget, dat hebben we nu nog niet. Dit is een hele leuke videokaart, zeker ook voor zijn geld. Je krijgt er heel veel extra's ook mee, waar je later zeker profijt van kan hebben. Maar zo gezegd, de GTX 1660 Super is zeker in staat om op Full HD hele leuke framerates te halen. Voeg dan ook die 10400F aan toe en dan heb je op zich wel een hele goede combinatie. Voor nu de GTX 1660 Super, voldoende aansluiting aan de achterkant. Gewoon lekker zo'n zwart-wit kleurschemaatje, geen RGB-verlichting. Maar toch wel een hele leuke chip. Ook een leuke extraatje is dan ook die NVENC encoder. Stel je wil alsnog gaan streamen, dan kan je daar gebruik van maken. Heb je veel minder lag in je games en heb je toch net even wat meer profijt ervan. Dus ik denk eigenlijk dat je voor 750 euro dan alsnog een hele leuke PC in huis weet te halen. En mocht je nou afvragen van joh, waar koop ik nou al deze producten? Check dan even die beschrijving. Ik gooi daar even alle linkjes erin. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, dan weet je wat je moet doen. Smash even op die abonneerknop en geef deze video even een duimpje omhoog. En breng deze video even naar 300 likes. Zou het super tof vinden. En heb jij zelf nou ook een super vet idee voor een nieuw koopadvies? Drop het even in de reactie beneden. En misschien zie jij jouw idee binnenkort wel in een video. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Heb je feedback over deze beeld? Laat het ook vooral even weten. En ik ben heel benieuwd naar wat jullie vinden van het koopadvies voor volgende week. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Bedankt voor al je support. En zet dat belletje aan, want dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video hier op TechTime. Zoals altijd zeg ik weer, tot techs!